Heb jij deze week Thomas Verheids verplicht op cursus gestuurd? Nee. Hij was dinsdagavond aanwezig bij Borussia Dortmund Manchester City. Ja, nou ja, wij spelen vaak een rondootje een dag voor de wedstrijd. En soms ook door de week. En dan hebben we twee groepen. Dat is de Champions League groep. Ja. En de groep die daar net onder komt. En hij doet vaak mee in de Champions League groep. Maar hij heeft zijn rol wat betreft de ronde wat letterlijk genomen. Want hij is op bezoek geweest. Hè? Bij Haaland? Ja. Heeft hij er wat van opgestoken? Nou ja, 0-0. Dus zover ik de wedstrijd kon beoordelen. En ik heb vlagen gezien. Was het echt een City wat met een aangepast team. Gewoon dat gelijke spel over de, over de drempel wilde slepen. Dus het was niet echt een hele mooie wedstrijd. Maar het is natuurlijk altijd mooi om op dat niveau een wedstrijd te ervaren met het publiek, et cetera, et cetera. Dus de jongens hebben denk ik een mooie avond gehad. Vind je dat mooi dat ze interesse hebben in voetbal op dat niveau en het ook live willen zien? Überhaupt hebben hij, maar ook Boy en Ricardo en ik zie Gregor vaak veel interesse in voetbal. Kijken ook heel veel voetbal. Zitten ook vaak bij elkaar voetbal te kijken. Dus dat is leuk, dat ze zich verdiepen in hun vak. En je leert altijd iets, zeg ik altijd maar. Nou ja, ze mogen het nu gaan doen tegen Helmond Sport, niveautje lager. Ja, maar ik denk ook wel weer een hele mooie wedstrijd. Wij zijn... de weg naar boven aan het vinden. Met een kleine hapering tegen de Graafschap. Maar goed, je verliest die wedstrijd niet. Dus er komt gewoon weer een puntje bij. Maar we willen nu weer op zoek naar drie mooie punten. En het wordt een lastige wedstrijd. Zeker na hetgeen wat met Helmond is gebeurd. 6-0 verloren. Lichtelijk geflatteerd als ik de wedstrijd zo terug heb gezien. Trainer die eruit is. Dus ja, we hebben het verhaal van kat in het nauw. Dus de sprongen die ze gaan maken... die zijn moeilijk te beoordelen. Ja, inderdaad. Het is een soort aangeslagen wild. Hoe bereid je je daarvoor? Nou, toch wel weer vanuit onze eigen kracht. Dat ik vind dat wij tegen elke tegenstander in de KKD gewoon een hele goede kans hebben om te winnen. En als wij goed zijn, dan hebben we daar vrijdag ook weer een hele goede kans toe. Dus voornamelijk gericht op onszelf. En natuurlijk ook kijken van, waar liggen de kansen en de bedreigingen wat betreft Helmond. En Helmond heeft best wel een aardig team. Alleen dat is er volledig nog niet uitgekomen. Ja, en dat kan nu wel een reactie geven. Dus als wij gewoon heel goed en sterk voor de dag komen, dan denk ik dat we een goede kans maken op een goed resultaat. Ik merk aan de buitenkant dat mensen zich verheugen op het duel Beugelsdijk Verheid. Geldt dat voor jou als trainer ook? Nou, ik ben niet heel erg mee bezig, al ken ik Tommy natuurlijk ook wel. Ik heb ook wel wat duels tegen hem gespeeld. En natuurlijk echt Haagse jongen, dus ik snap die gedachte wel. Volgens mij is Tommy ook een week ziek geweest. Daardoor speelde hij ook de afgelopen keer niet. Dus je moet maar afwachten wat er nu gebeurt, of hij wel fit genoeg is om te spelen. Maar ik snap het sentiment van het Haagse zeker wel. Maar het is toch leuk om twee van die beesten tegen elkaar te zien? Ja, ze zijn allebei behoorlijk sterk in de lucht. En ik ben benieuwd hoeveel duels eruit gevochten zullen gaan worden. Hoe is het met de fitheid van jouw selectie? Er waren wat onzekerheden. Ik zag Kiesna afgelopen maandag apart trainen. Kan je over hem beschikken? Ja, en hebben we na de wedstrijd van de Graafschap toe. Merkten we toch wel dat er behoorlijk wat pijntjes waren. Het veld in Breda was zwaar en zacht. Dus daar kwamen een aantal spelers al niet helemaal lekker uit de strijd. Tegen Excelsior op kunstgras merkte ik ook reactie. In de eerste plaats van het kunstgras zelf. Maar natuurlijk ook dat je twee keer op achterstand komt. Dat je heel veel energie moet leveren om een wedstrijd te winnen waarvan je eigenlijk hoopt dat wat makkelijker had gegaan. Ja, en we kwamen niet fit aan de start van die wedstrijd. Amir die eigenlijk niet kon starten. Denzel Hall die niet fit was. De gebruikelijke blessures, Ricardo die niet fit was om te spelen. Dus dat merkte hij wel eigenlijk door de hele wedstrijd. Maar sinds zondag merk ik meer energie en hebben wij een hele goede week kunnen hebben. En de namen die ik net noemde hebben dan ook gewoon de hele week op het veld gestaan. Dus die kunnen, als je dat wil, spelen? Ja, we hebben nog een dag, nog twee dagen. En dan als er verder niks gebeurt, dan zijn ze gewoon fit, ja. Tot slot, het geheim van het kampioenschap van Feyenoord is uitgelekt. Ja. Wist jij dat vooraf? Ik heb het vanmorgen nog verteld. Dankzij hem zijn we kampioen geworden. Ja, Beltman hebben we het over. Nee, ik heb een hele goede vriendschap, kan ik wel zeggen. Vriendschap of afstand. Dus wij kennen elkaar al heel lang. En het is natuurlijk een fantastische, bevlogen grasmeester. En niet voor niks jarenlang bekroond tot het beste gras van Nederland. En de wegen gaan nu...
nou ja, gedeeltelijk scheiden, want hij gaat wat meer voor zichzelf beginnen. Maar het verhaal van Heracles ken ik wel, ja. Maar wist je dat voorafgaand, dat het heel kort gemaakt was? Nou, wij hadden altijd contact. Voor, tijdens de wedstrijd en altijd voor de wedstrijd zeiden van, nou, moet het gespoeid worden of is het goed zo? En voor de wedstrijd van Heracles zei hij van, nou, ik heb het nog net iets meer afgehaald dan ik normaal gesproken zou willen. Want ja, die gasten zijn kunstgras gewend en nou, dat vinden ze niet lekker. Dus maar dat was wel... hij gaat wel een beetje nou met die eerste goal van jou aan de halen. Nou, die glijpartij die kwam een beetje door mag. Mij. Nou, ja. Maar hij was wel altijd tot in de detail bezig. En dat beschrijft hem wel als vakman. Dus buiten dat moment dat gras net ietsje korter was dan normaal en waardoor de tegenstander misschien uit kan glijden, was hij ook altijd bezig van, moet er gesproeid worden, moet het zo laten. Soms was het veld wat slechter en dan belde hij me en zei hij van, nou, ik laat het 2 mm groter worden of langer, want dan beschadigt het veld niet zo erg en dan is het sneller hersteld. Dus ja, het is mooi om zo'n bevlogen man, zeg maar, in je team te hebben, want uiteindelijk bepalen details het verschil. Nou ja, daar hebben we het net over gehad, hoe groot detail of hoe een klein detail, zeg maar, een groot verschil kan maken. Gewoon een vakidioot eigenlijk. Echt een vakidioot, ja.